We zullen eens een scherpe blik werpen op de nieuwe Husqvarna Vitpilen 401. Dit is de 400 versie, dus dat is gelijk aan de KTM 390. We hebben ook de 700 versie, maar niet vandaag. Verder zijn ze nagenoeg identiek, dus laten we maar eens gaan kijken. Contact om, dan begint hier alles te bewegen. We hebben hier verlichte knopjes, wat we natuurlijk niet zien in de zon, maar zo wel. En dan zullen we de rest eens eventjes laten zien. Zijstandaard, alles wordt aangegeven. Ik heb geen benzine meer. Nou, benzine, dat zien we hier zo. We hebben hier de motortemperatuur, hier in het klein de klok. Hij staat nu op infomodus. We hebben hier de snelheid, versnellingsindicatie en de toerenteller. De indicatielampjes zitten rondom het LCD-display. We hebben twee knoppen, een modeknop en een setknop. En gaan we daar eens even mee spelen. Dan zien we het volgende. Hij staat nu in infomodus. Dan krijgen we dus tekst te zien. En dat is niet zoveel. Stel dat ik de zijstandaard omlaag zet. Dan krijgen we zijstandaard of low fuel level te zien. Maar ik dacht dat ik het zo eventjes ging doen. Drukken we één keer op mode, dan krijgen we de totaalstand en dan krijgen we de rijkwijde. Eén keer op set drukken, dan krijgen we een serviceinterval nog te gaan en weer terug. Drukken we nog een keertje op mode, dan krijgen we de eerste tripmeter. Nou, die staat bijna op 180. We hebben hieronder ook weer ander beeld. Dit is de verreden triptijd voor deze tripmeter. Dan kijken we dan verder. Gemiddelde snelheid van trip 1 is 68 km per uur. Gemiddelde verbruik is 3,8 liter per 100 km. En drukken we hem nog een keertje en dan hebben we opnieuw die fuel range die nog steeds op 0 staat. Dat was hem. Drukken we hem nog een keertje, dan gaan we naar 2. Nou, die staat nagenoeg hetzelfde. En dus is de tijd ook ongeveer hetzelfde van trip 2. De gemiddelde snelheid is hetzelfde. Gemiddeld verbruik is hetzelfde, maar dat komt eigenlijk alleen maar omdat de tripmeter gelijk staat. Maar je zou je kunnen voorstellen dat dat ook wel eens in andere gevallen anders uitkomt. Nou, dan zijn we er weer, gaan we weer terug en dat was het.